Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene en dat jullie werkelijk gezegend worden. Op dezelfde wijze dat God mij gezegend heeft, dat jullie ook gezegend worden. Dezelfde geest die God mij gegeven heeft, dat Hij ook over jullie zei. Waarvoor? Voor welk doeleinde? Voor welk doel? Wat win ik hiermee? Ik win dat u met mij samen mensen, meer mensen toevoegen die de naam heiligen van onze Heer Jezus Christus hier op aarde. Dat is wat ik wil. Wanneer u eenmaal een persoon wordt die vol is van de Heilige Geest, dan vanzelfsprekende wijze zult u het parfum van de Heer Jezus verspreiden. U zult dan het beeld reflecteren van Jezus hier op aarde. Op natuurlijke wijze zult u de naam heiligen van Jezus hier op aarde. Want zoals u weet, of zoals wij weten, dat de naam van onze Heer en Verlosser Jezus Christus geheiligd wordt in de hemel. Maar hier op aarde niet. Hier op aarde wordt zijn naam belasterd. Wordt zijn naam geplaatst als elk willekeurige naam, als een ordinaire naam. Zijn naam wordt bespot, beledigd. Zijn naam heeft geen waarde hier op aarde. Voor diegenen die God niet vrezen. Maar wanneer een persoon vervuld wordt door de Heilige Geest, dan vreest die persoon God. Die persoon respecteert, toont eerbied, aanbidt, houdt van, eert de naam van God, die de naam is van de Heer Jezus Christus. Heere Jezus Christus. Heer is Vader, Jezus is Zoon, Christus is de Heilige Geest. Dus, beste vriend en vriendin, dit is mijn interesse voor jullie. Natuurlijk is dit interesse van God voor ons allen. Daarom onderwees Jezus in het gebed zijn discipelen om op de volgende wijze te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. De persoon met wie u praat, tot wie u zich richt, onze eeuwige Vader die in de hemelen is. Dan zegt hij, het eerste verzoekt, uw naam worden geheiligd. Natuurlijk hier op aarde. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen hier op aarde. Want daar in de hemel wordt dat gedaan. En uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dit is alleen mogelijk wanneer er de heerschappij is van de Heere Heilige Geest in ons. Wanneer wij de Heilige Geest ontvangen, dan hebben wij de interesse om de naam te heiligen van onze Heer. Dan hebben wij de interesse om zijn woord te verspreiden, zijn boodschap tot de wereld, tot de mensen die hem niet kennen, zodat zij geëvangeliseerd zullen worden en zodat zij degene zullen kennen die zijn leven voor hun gegeven heeft. En zodat uiteindelijk zijn wil, de wil van God, gedaan zal worden hier op aarde, zoals het gedaan wordt in de hemel. Want zijn wil hier op aarde wordt niet gedaan. Het wordt alleen gedaan door sommigen, of door de onbevlekte kerk. De kerk die geleid wordt, begeleid wordt,
door de Heilige Geest. Dus de apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest, hij schreef een brief aan de Korintiërs, aan de mensen van Korinthe, aan de christenen in Korinthe. En daar in de kerk van Korinthe was er ook diegenen die van God waren en diegenen die niet van God waren. Zij die oprecht kinderen van God waren en zij die oprecht kinderen van de verdoemenis waren. Dus hij zegt zo tot hen: of weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Dat uw lichamen leden zijn van Christus. Dus mijn lichaam is een lid van het lichaam van Christus, onze Heer. Uw lichaam, het lichaam van ons allen. Maar niet altijd dient ons lichaam de Heer Jezus Christus. Daar komt de scheiding tussen het onkruid en de graan. Want wie God dienen, zijn het onkruid. Wie God dienen, zijn de graan. En wie zichzelf dienen, de duivel, zijn het onkruid. Dus hij zegt: weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? En dan zegt hij, dan vraagt hij: zal ik dan de leden van Christus nemen, dat is ons lichaam, en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet, natuurlijk niet. Of weet u niet, dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Dus wanneer een persoon zich verenigt met een ander, zij dat getrouwd of geliefden of hoe dan ook, die worden één vlees. Dat is de waarheid. Wanneer twee mensen zich verenigen, seksuele relatie met elkaar hebben, dan zijn ze één vlees. Dan zijn ze als één vlees. Esther en ik zijn één vlees binnen ons huwelijk. Wij tweeën. Al 53 jaar, God zij dank. Halleluja. Dus wat wil hij hiermee zeggen? Wat onderwijst de Heilige Geest ons door middel van dit voorbeeld? Dat wie zich verenigt met een hoer is één vlees met haar. Wat zegt hij hiermee? Hij concludeert hiermee, en dit is mooi. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Dus zoals de man zich verenigt met zijn lichaam, met een vrouw, of de vrouw verenigt zich met een andere vrouw, of een man verenigt zich met een andere man, dan zijn zij één vlees met elkaar. Zo ook, wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. Is dat niet mooi? Dat is glorieus. Dat is wonderbaarlijk. En dan kunt u uw verbeelding laten gaan. Stel u zich voor, laten we nu even samen reizen met onze verbeelding. Stel u zich voor dat u één geest bent met de Heer Jezus. Eén geest met de Heilige Geest. Eén geest met God. Dat wil zeggen, stel u zich voor, God die woning in u maakt. Stel u zich voor. Denk na. Hoe kan een persoon die zich verenigde of die trouwde, of die zich
verenigde met de Heilige Geest, die één geest is met God, met de Heilige Geest, hoe zal die persoon zwak kunnen zijn, mislukken, falen, vernietigd worden, ellendig zijn, leeg zijn, problematisch zijn, benauwd zijn, angstig zijn? Hoe kan iemand die één geest is met de Heer verslagen worden? Dat gaat niet, beste vrienden en vriendin. Want toen de profeet Haggai zei, de Heilige Geest sprak, dat de heerlijkheid van het toekomstige huis, oftewel de heerlijkheid van de tempel die Salomo opgericht heeft daar in Jeruzalem, dat de heerlijkheid van dat huis, waar God op neerdaalde, maar daarna corrumpeerde het volk zich, de priesters ook, en God zond de vijanden om alles te vernietigen wat daar was. Ze hebben zelfs de schatten van de tempel geroofd. Ze vernietigden alles. Er bleef geen steen op steen zoals Jezus geprofeteerd had. Dus hij zegt nu dat die heerlijkheid die neerdaalde over de tempel is groter, is veel groter nu. De heerlijkheid die neerdaalt op de tempel die gereinigd en gezuiverd is door het bloed van de Heer Jezus. Een nieuwe tempel, maar een levende tempel. Een levende tempel. En dat zijn diegenen die één zijn met de Heer. Die één geest zijn met God. Dus wanneer een persoon de Heilige Geest ontvangt, dan werd die persoon niet gewoon zomaar willekeurig uitverkoren. Nee, het was niet gebaseerd op geluk. Nee, God kiest aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen, in geest en in oprechtheid. Die hem werkelijk aanbidden. Niet met bla bla bla. Niet door liedjes te blijven zingen en niks te uiten. Alleen maar voelen. Die meer voor zichzelf zingen dan voor God. En dat is wat er veel gebeurt. Nee, beste vriend en vriendin. Wanneer een persoon de Heilige Geest ontvangt, dan wordt de naam van God verheerlijkt, geheiligd in het leven van die persoon. Dus de wereld ziet in die persoon iets anders. Voelt een parfum die anders is, een geestelijk parfum. Ziet in de ogen van die persoon, de ogen van God, de ogen van vrede, de ogen van leven. De uitdrukking van die persoon verandert. De gezichtsuitdrukking van die persoon wordt getransformeerd, want in die persoon is de geest van de Allerhoogste. Die persoon is een drager van de geest van God. De Heilige Geest wandelt met die persoon, door die persoon, gebruikt zijn benen, gebruikt zijn lichaam om de naam van zijn Zoon Jezus te heiligen. Dus deze persoon die een tempel is, die het toekomstige huis is waar de heerlijkheid van God op neerdaalt, die persoon wordt een levende getuige van de wederopwekking van de Heer Jezus. En dat is glorieus. En wat meer is, apostel Petrus zegt dat wij levende stenen zijn. Levende stenen. Jezus is de hoeksteen. En wij zijn de levende stenen. Met hem. Dit is wat één geest zijn betekent. Eén geest met de Heer. Natuurlijk.
Wij blijven leven in de wereld. Wij leven in een wereld van duisternis, in een slechte wereld. In een wereld die al veroordeeld is. Met mensen die veroordeeld zijn. Dus het is duidelijk dat, stel u zich voor, iemand die gekleed is, die helemaal zuiver, mooi, prachtig is gekleed. Stel u zich voor, een hele pure, prachtige bruid, een maagd, met helemaal wit gekleed, en dan gaat ze een varkensstal in. Heeft u wel eens een varkensstal gezien? Ik ben al wel eens in een varkensstal zelfs geweest. Het is daar echt smerig. Het heeft een ondraaglijke geur. Ik betwijfel dat iemand in een varkensstal gaat en op dezelfde wijze eruit komt. Die persoon zal zeker ruiken naar viezigheid, naar urine, naar ontlasting. Dus het is niet mogelijk voor u om te leven in deze wereld. In één geest, om één geest te zijn met de Heer, maar niet problemen te confronteren. Dat zijn de verdrukkingen, de strijden, de tegenslagen. Die zijn de verdrukkingen die ons doen groeien. De verdrukkingen zijn niet ten slechte voor ons. God staat de verdrukkingen toe, zodat wij kunnen ontwikkelen het geloof dat we hebben en onze gemeenschap met Hem. Zodat wij kunnen leren, volwassen kunnen worden. Zodat wij stoppen om kinderen te zijn in het geloof. Want wanneer wij kinderen zijn in het geloof, dan zijn wij kinderachtig. Dan verrichten wij onzin zonder het te willen. Is het niet zo? Dus wanneer wij door verdrukkingen heen gaan, door moeilijkheden, dan worden wij ervaren, volwassen. We worden volwassen. En onze aanbidding heeft meer smaak voor God. Omdat het een aanbidding is. Met essentie. Nee, ik weet wat ik aan het zeggen ben. Mijn God. Mijn Vader. Zo glorieus. Beste vriend en vriendin. Wanneer de persoon de Heilige Geest ontvangt, dan is die persoon beloond. Die persoon werd beloond. Meer dan de prijs van een loterij, is die persoon beloond met alle loterijen van de wereld en van de hemel. Die persoon werd uitverkoren door God. En werd uitverkoren waarom? Omdat die persoon nederig was en oprecht. En dan komt God over die persoon. Heeft u begrepen? Wanneer de persoon de geest van God ontvangt, dan is de persoon één geest met God. Waar die persoon ook is, daar is God. God dan gebruikt die persoon zodat die persoon een getuige kan zijn. Niet alleen qua mond, maar door middel van zijn leven, zijn karakter. De persoon is waarachtig, eerlijk, integer. De persoon is correct. De persoon houdt van het goede. En wil het goede voor iedereen, wil het goede voor allen. Omdat die persoon het karakter van God heeft. Dus wat opvalt, wat opmerkelijk is, de aanwezigheid van God in ons leven, zijn niet de vreemde tongen. Jezus zei, wat baat het? Wat baat het? Jullie eren mij met de lippen. Maar jullie hart is ver van mij. Waarom is het ver van mij? Omdat het hart niet op het altaar is. Is niet één geest met de Heer. Dus in deze campagne van Israël. Alsjeblieft. Als u niet uw gehele ziel, uw gehele hart,
uw gehele essentie zult plaatsen, dan heeft alle offeranden en alle offers geen enkele nut. Het zal niks baten. Er is niet te onderhandelen met God. God is geen onderhandelaar. Hij is geen marktkoopman. Wat God wil is uw hart. En het is duidelijk dat wanneer een persoon het hart op het altaar heeft, dat alles wat die persoon heeft aan het altaar hoort. Het is van het altaar. Het leven van die persoon. Het gehele leven van die persoon. De toekomst van die persoon. De verlangens, de dromen, de projecten. Alles is onderworpen aan de wil van God. Omdat die persoon één geest is met de Heer. Dus, beste vriend en vriendin, vergeet dit niet. Dat wie zich verenigt met de Heer, de Heer Jezus, is één geest met Hem. Dat is het huwelijk. Dat is het huwelijk. Precies dat is een huwelijk. Het is echt groots, grandioos, glorieus. God zij dank. Jongen, ik zou dit graag beter willen uitleggen. Ik zou woorden willen hebben om dit te kunnen onderwijzen. Als ik het kon, zou ik dit uittekenen. Helemaal goed, zodat iedereen het kon begrijpen. Hebt u begrepen? Dus wanneer de persoon zich verenigt met de Heer, ziet dat de persoon zich verenigt met de Heer, is niet de Heer die zich verenigt met die persoon. Want God trouwt niet met een ieder. Hij zoekt de juiste persoon om mee te trouwen. En dat zijn de nederige mensen, de oprechte en eerlijke mensen. Mensen die transparant zijn. Al zijn ze zondaars, maakt niet uit. Hij reinigt, hij zuivert, hij doet wederopwekken en maakt een woning in het hart van die persoon. Dus deze mensen, duidelijk, hun spreken is niet vreemd van God. Het kan vreemd zijn voor mensen, maar niet voor God. Het is een manier waarop die persoon een intieme relatie heeft met God. Wanneer die persoon in vreemde tongen spreekt, waarbij de duivel niet weet wat die persoon tot God zegt. Dat is de vreemde tongen. En wanneer de persoon dit doet, dan doet de persoon dit in geest. In geest, met oprechtheid. Met alle essentie. Hebt u begrepen? Goed. Deze campagne, maak u zich niet druk om het offer. Maak u zich druk om de offergever. Aan wie zult u offer presenteren? En dat is uw ziel, uw hart. U zult samenkomen met uw verloofde. Dus zet al uw kracht. Wanneer u dat doet, dan zal de Heilige Geest over u komen. En aanstaande donderdag, komende week, beginnen wij met de vaste van Daniël op 11 juli. Van 11 juli tot en met 31 juli. De vaste van Daniël. Wanneer wij de wereldse gedachten terzijde leggen, wanneer wij stoppen om te denken in deze wereld, om te denken aan de wereld van onze Vader, Heer en Verlosser Jezus Christus. Goed, dat God jullie allen zegenen in de naam van de Heer Jezus. Trouwens, vandaag donderdag, zoals het elke donderdag gebeurt, in de tempel en in alle UKGR-centra verspreid over de wereld, hebben wij de liefdestherapie. De liefdestherapie onderwijst de persoon om lief te hebben. De man om zijn vrouw lief te hebben, de vrouw om haar man lief te hebben. Want de vrouw representeert de kerk, de bruid, onbevlekt. De man representeert de Heer Jezus, de verloofde, de bruidegom. Dus wanneer u leert liefhebben, uw vrouw, uw man, dan begint u God te kennen.
En zelfs al is uw man of uw vrouw een last, maar als u uw ik offert voor hem of voor haar, dan zult u zien de vruchten van deze ware liefde. Dat God jullie allen zegen en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. God zij dank.